hoe ga ik dit nou netjes formuleren? Laat ik het maar eens niet netjes formuleren. Je moet nog een gaatje in je hoofd hebben om dit anders te gaan doen. Meneer Vijlbrief, goeiedag. Goedemiddag. Goedemiddag. U komt net uit de ministerraad. Ik vraag me af, is er nog veel te doen in die ministerraad? Voor u? Nou, voor mij, op mijn dossier wisselt het wat. Maar er is nog best wel veel te doen. Het zijn wel korte ministerraden, we waren wel vrij snel klaar. Ja. Natuurlijk veel langere gehad ooit. Maar er is nog best wel wat te doen. Er zijn debatten, er zijn... het kabinet is natuurlijk wel demissionair, maar ik ben al helemaal niet demissionair op mijn dossier. Er zijn nog een paar bewindslieden die natuurlijk onderwerpen hebben die gewoon doorlopen. Ik kan me zo voorstellen, bent u nog veel in Groningen trouwens? Ja, ik ben deze week, gisteren was ik er met Majesteit. We zijn wel op zoek geweest op 2 plekken. De dag daarvoor had ik gesprekken daar, dus ik ben deze week weer 2 dagen geweest. Wat is de meest gestelde vraag die u daar dan krijgt? Jeetje, wat een goede vraag. Wat is de meest gestelde vraag? De meest gestelde vraag is, kunnen u ons helpen? En hebben ze er dan vertrouwen in dat u dat kunt? Ja, dat moet je aan die mensen zelf vragen, denk ik. Gemiddeld genomen denk ik wel. Maar ik zeg wel vaak tegen mensen als ze bij mij op bezoek komen in Loppersum... met zo'n vraag zeg ik vaak wel, ja, ik ga u niet beloven dat ik u kan helpen. Ik kan u wel beloven dat u in ieder geval heel snel wordt teruggebeld. En ik ga er alles aan doen, maar ik beloof u niks. Ik heb al eerder gezegd, mensen zijn vrij meegaand in zekere zin... of hebben vrij veel begrip voor het feit dat je als bewindspersoon natuurlijk niet alles zelf kunt regelen. Dus ze zijn al heel blij dat ik er naar luister en dat ik mijn best doe. En krijgt u dan ook vragen over, kunt u nu nog iets voor ons betekenen, nu u demissionair bent? Soms, dat is er even geweest. Toen we net gevallen waren, ben ik volgens mij vrij kort na het vallen van het kabinet bewust naar Groningen gegaan om te zeggen tegen mensen, ook tegen de pers, te zeggen, jongens, ik zag allerlei berichten van, nou, het zal nu wel weer misgaan en zo. Ik zei, nou, ik blijf gewoon bezig. Maar ik kan me voorstellen dat het voor u heel frustrerend was, dat u dacht, ik ben bezig. Enorm, enorm. Ik baal er enorm van. Want net hadden we die enquête gehad en de kabinetsreactie was allemaal goed gegaan. Enorm programma neergezet, een heleboel geld, enorm goede ideeën. Er gebeurde zoiets, dus ik baalde er verschrikkelijk van. Ja. Heeft u ook nog geprobeerd om er iets tegen te doen? Was u überhaupt in die positie? Nou, niet echt. Ik bedoel, ik zat wel in de ring met wie Sigrid en Rob dingen bespraken, ook over migratie. Ja. Dus ik bedoel, ik was daar wel bij betrokken. Maar het heeft ook geloof ik niet zo erg aan ons gelegen dat het niet lukte, zullen we maar zeggen. Dus ja, op een gegeven moment, ja, dan je voelt op zo'n vrijdag wel aan, in zo'n vergadering, welke kant het op gaat. En dacht u toen dan meteen, nou moet ik heel snel in de auto naar Groningen om de mensen daar gerust te stellen? Ik geloof de maandag daarna of zo dat ik gegaan ben. Die week erop. Dus die vrijdag was een hele rare dag, want we hadden eerst gewoon de ministerraad en toen werden we geloof ik om 18:30 weer opgeroepen. Toen ben ik geloof die maandag daarna gelijk naar Groningen gegaan, of dinsdag of zo. Ja. En toen hij teruggeroepen werd, heeft hij toen nog even hardgrondig gevloekt tegen degene in die zaal? Wat is dit nou, ik ben bezig? Nee, ik heb meer... Er was een vrij... Ik vond het een vrij droevige sfeer. Er zaten een aantal mensen die echt verschrikkelijk zaten te balen. Dat was eigenlijk de sfeer. Dat was niet zozeer boos zijn, maar echt een beetje balen. Ja, maar dat kan ik me ook voorstellen. Ja. Want iedereen die we tot nu toe in deze serie hebben gesproken... die zegt, we waren net lekker op stoom. We waren net lekker bezig. En we hadden nog zoveel te doen. Ja, het beeld van dit kabinet aan de buitenkant... is denk ik veel negatiever dan aan de binnenkant. Het was eigenlijk een hele... Niet eigenlijk, een leuke club mensen die het vrij goed met elkaar konden vinden. Alleen ja, we hadden het ook wel. Ik bedoel, we hadden eerst het stikstofprobleem. Daarvoor was net Rusland binnengevallen. Veel grote dingen op ons bord. Maar het was van binnen eigenlijk altijd heel leuk, heel gezellig. Hoe kan dat dan dat dat niet naar buiten kwam? Ja, dat vind ik heel... Dat is een goede vraag, ik weet het niet. Maar ik bedoel, er zat je voelde natuurlijk spanning, rond dat stikstofdossier had zich spanning opgebouwd. Die oorlog gaande. Rob Jetten en ik, die eigenlijk het hele eerste jaar bezig waren van... kan ik Groningen wel sluiten? Kan ik Groningen wel sluiten? Want er is al te weinig gas. Rob Jetten die zich druk maakte over de levering. Zei, krijgen we de bergingen wel gevuld? Natuurlijk vrij essentiële vragen. Hè? Kun je de verwarming aandoen? Er stond veel druk op de hele tijd. Maar het was wel, ik bedoel, echt hele goede en leuke collega's. U zegt het al, er stond heel veel druk op. Ook een koopkrachtdruk op een gegeven moment. Ja, dat plafond. Ja. En ook druk op u. Ja. Waren er ook collega's die zeiden, Hans, doe is niet zo moeilijk met dat sluiten van Groningen? Want kijk hoe de wereld ervoor staat. Nee, dit is echt oprecht nooit gebeurd. Je merkt natuurlijk wel dat de ene collega zich drukker maakt over is er voldoende gas dan de ander. Hè, dus mijn geliefde collega Mickey Adriaans is op EZK. Die zich natuurlijk druk maakt over heeft de industrie wel voldoende gas, dat begrijp ik. Maar er is nooit druk op mij uitgeoefend verhaal Groningen open. Maar er stond wel natuurlijk eens in de week 3 artikelen langs die lijn in de krant. Dus ik heb die druk wel gevoeld. Maar ik heb eigenlijk geen moment geaarzeld, omdat de oorzaak van alle ellende in Groningen is die gaswinning. Ik dacht, ja, als je daar geen einde aan maakt, dan krijg je het nooit echt goed. Nee, dus dat was ook uw lijn eigenlijk in de ministerraad. Ja. Op het moment dat iemand zei... Ja, en ik heb met Rutte daar met de premier heel goed over geschakeld in maart toen. Toen hebben zowel Rob Jetten als ik als de minister-president naar buiten toe steeds gezegd, Groningen is echt last resort. Heel hard gezegd. Dat was in maart 22. In maart 22 is dat, denk ik. Hè? Ja, dan heeft die jaren. En dat heeft mij natuurlijk heel veel vertrouwen gegeven in dat ik ook steun had van de premier. Dat is belangrijk als staatssecretaris of minister. Dus er was al in ieder geval bij een kerndeel van het kabinet het idee, dit gaat me niet doen. En ik kwam daar iedere maand op, meerdere keren in Groningen meestal. 1-2 keer per maand. Dus ik kon ook aan de ministerraad vrij goed terugrapporteren van ja jongens, maar ik hoor dit en dit en dit. Ik praat met mensen die dit en dit meemaken. Die enquête liep. Iedereen die interviews werden gehouden, dus ik werd verhoord in oktober 22, denk ik. Ook heel zwaar, dat vond ik ook heel zwaar om te doen. Wat was er zwaar aan? Ah, het is een beetje een soort, je komt in een soort arena terecht. Hè? Het is een gek hok natuurlijk, met van die tribunes hoog. En je zit tegenover, je voelt je toch een beetje alsof je in een rechtbank zit. Je staat onder ede. En niet dat ik moeite heb om de waarheid te spreken, maar je wil dan ook datgene zeggen wat je wil zeggen. En dat verhoor ging eigenlijk goed, vond ik zelf. En ik werd heel positief bejegend door de commissie. Maar ik dacht, ja, het zijn wel van die momenten die je denkt, ja, nu moet ik wel ook precies het goede zeggen, wat de waarheid is. Omdat het is allemaal, je haalt het allemaal uit je verleden. Ik was natuurlijk ooit 10 jaar geleden bij Groningen betrokken geweest als ambtenaar. Dus dat moet je allemaal terughalen, dat moet wel kloppen. Ja, nee, dat vroeg ik me ook af, want inderdaad, als u uw cv bekijkt... Ja. U bent heel lang ambtenaar geweest op het ministerie van Economische Zaken. Ja. Dus u was erbij toen de ellende ook ontstond. Ja, niet toen de aardbeving, toen was ik net weg, 2012. Met de grote aardbeving in Huizingen. Maar dat heb ik ook bij de enquête verteld, dat we helemaal niet over veiligheid hadden. Van Groningen in 2010, toen ik... Het ging over de financiën, het ging over financiën en overleveringszekerheid, maar niet over dat. Daar heb ik ook van gezegd, het is verkeerd. En dat heb ik verkeerd gedaan. Maar het is een soort, nou laat ik zeggen, rechtvaardigheid dat ik het nu dan ook mee mag oplossen, zeg maar. Toen kwam dat rapport van de enquête in februari 23. En had ik het goed dat ik bij u ook een soort van opluchting registreerde in reactie op dat rapport? Niet per se persoonlijke opluchting, maar... Ja, fijn dat voel je wel goed aan, ja. Dat voel je denk ik heel goed aan, want opluchting in de zin van, nou, dat is er dan maar. Ik heb toen geloof ik de zin gebruikt, de Groningers hadden altijd gelijk. Dat was toen, denk ik. En dat vond ik eigenlijk een hele goede zin om aan te geven wat ik zelf uit dat rapport haalde. Namelijk, die mensen hebben jarenlang gevochten tegen mensen die zeiden, nee, dat is allemaal niet zo. En, dus dat was inderdaad wel een soort opluchting, ja. Dat zegt u goed. Dan is wel de vraag, wat dacht u toen en wat voelde u toen u uiteindelijk afgelopen winter moest besluiten om dan toch weer die waakvlam even aan te zetten? Ja, dat is dan niet fijn. Waar ik van baalde is dat ik in september niet goed genoeg had aangegeven. Ik heb al gezegd op camera al een aantal keren. Ik had in september helderder moeten aangeven wanneer dat kon gebeuren, et cetera. Iedereen dacht natuurlijk, ja, er ligt een vliesje op de sloot en het gaat gelijk weer aan. Dat was natuurlijk niet waar, want het was wel degelijk echt koud die dag. Maar het was maar 1 dag. Dus dat was geen, laat ik het zo zeggen, het was geen PR-succes. Dat was ook geen communicatiesucces. Maar het was wel wat mijn eigen besluit zijn. Mijn eigen besluit zijn, dit moet je doen. Dat moest ik doen. En ik heb toen, geloof ik, toen het gebeurde, gewoon rustig en normaal gecommuniceerd. Maar ik had in september beter moeten nadenken. Dat ik helderder en harder dat risico even had moeten aangeven. Dat was beter geweest. Ja, want het was, ik bedoel, u zegt PR geen groot succes. Nee. Maar u heeft, zo horen we ook in Groningen, een ontzettend goede reputatie opgebouwd. Ja. He, in al die tijd dat u daar bezig was. U bent daar geweest. Ja. U heeft daar kantoor gehouden, naar mensen geluisterd. U kunt zich voorstellen dat die mensen dachten, maar wacht even. Wat gebeurt hier? Wat gebeurt hier? Nee, dat is precies wat ik mezelf verwijt. Dat had ik dus beter moeten, zeg maar, in september moeten neerzetten. Ik denk dat ik nu achteraf, ik heb bij uw collega van de Hofbar, op een gegeven moment heb ik vrij goed kunnen uitleggen wat ik eigenlijk deed. Ik ben veel in Groningen geweest om het allemaal nog een keer te vertellen. Maar ik was er natuurlijk niet blij mee. En ik bedoel, achteraf denk ik ook wel bij mezelf, nou, één dag is dat nou het verstandige besluit geweest. Maar goed, het is één tussenjaar. Het is het laatste jaar, het gaat dicht. En ik kon het nog niet helemaal sluiten per 1 oktober. Dus dit was het beste wat ik kon doen voor Groningen. Maar het was wel moeilijk uitlegbaar. Ja. Ja. Heeft u het idee dat de Groningers u vergeven hebben? Dat heb ik niet aan ze gevraagd. Nee. Dat vraag je niet. Maar ik kan me voorstellen dat je weer even extra in de auto stapt. Nou ja, ik heb de afgelopen maand dacht ik van, nou ja, ik moet er vaak zijn. Ik was er gisteren nogmaals met de koning. En dan, ik merk nog steeds heel veel vertrouwen. We kregen van de week, kwamen mensen langs die we hebben geholpen in een hele moeilijke zaak. En die kwamen lief ons speciaal bedanken. Dus dat zit wel goed. En ik heb het ook nooit allemaal gedaan om de populariteitsprijs te krijgen. Ik heb het echt gedaan omdat ik denk dat we hier het goede moesten doen. Dit was zo'n breuk in het vertrouwen. Nou, precies dat. Het is zo'n breuk. Het was zo'n... Nee, maar wat daar gebeurd is in het verleden is zo'n breuk in het vertrouwen tussen overheid en een heel groot deel van de bevolking, namelijk een hele provincie. Dat je... dat leer ik dan ook weer door die waakvlam van een paar weken geleden. Dat je ontzettend moet oppassen met ieder stapje wat je neemt. Ja, ik maak ook wel eens een foutje. Ik had het in september beter moeten uitleggen dan... was misschien het minder als een verrassing gekomen. En ik had een beetje pech omdat er één dag was. En nogmaals, de volgende dag vielen de mussen weer dood uit de lucht van de warmte. En het was één dag heel koud. Dat is waar, maar het toont ook precies aan dat het vertrouwen zo broos is. En dat het lijntje klopt. Dus zo dicht is. Dus het moet dicht. Dus het enige wat helpt is beton storten in die putten. Een wet aannemen in de Kamer. Zodat mensen in Groningen weten, dit kan niet meer gebeuren. Dat is het enige wat helpt. Mijn vermoeden is dat de mensen in Groningen daar enorm blij mee zullen zijn. Het is natuurlijk wel zo dat op het moment dat dat gebeurd is, dat daarmee het vertrouwen tussen burger en overheid niet in één keer hersteld is. Want het ging niet alleen over Groningen. Nee. Het ging ook over koopkracht. Het ging ook over de toeslagenaffaire. Zeker. Heeft u het idee dat u in uw termijn en ook dit kabinet in ieder geval iets aan dat vertrouwen heeft kunnen doen? Want de verkiezingsuitslag wijst er niet op. Nee, dat klopt. Nou, ik eerst voor mezelf praten. Ik denk dat ik bij Groningen dat heb geprobeerd te doen. Ik heb daar in mijn campagne aangekoppeld, in de verkiezingscampagne, het idee van het luisteren naar de zachte stem. Dus we moeten dichter bij burgers staan. Beter luisteren naar mensen. Dat geldt bij een heleboel onderwerpen. Ik denk dat het kabinet bijvoorbeeld om de koopkracht te nemen of andere dingen ontzettend veel heeft gedaan. Maar daar zit een beetje die ja, op een of andere manier het probleem dat hoe meer we deden, hoe meer mensen dachten, ja, maar ze doen niet genoeg, leek het wel op een gegeven moment. Ja, en waar lag dat aan, denk je? Daar zijn we weer terug bij dat magische punt. Waarom zijn we er nooit in geslaagd om onze goede intenties en ook onze goede plannen en onze goede daden naar buiten te brengen? Ik weet het niet goed. Maar lag dat er ook aan omdat het leek vanaf de buitenkant dat het kabinet, zeker in de stikstofkwestie, behoorlijk met elkaar overhoop lag. Ja, geen eenheid was. Ja, daar was dat denk ik ook zo. Maar bijvoorbeeld bij migratie, het punt waar we uiteindelijk over vallen, is er lang, een half jaar gewerkt aan het vrij uitgebalanceerd plan. Er lag gewoon een vrij uitgebalanceerd pakket. Daar zit natuurlijk ook het zagrijn bij ons, bij D66 en ook bij anderen, denk ik. Ja, wij dachten dat we ten goede trouw aan een pakket gewerkt hadden. En dat wordt het dan niet. En daar zat natuurlijk chagrijn. Maar uw hoofdvraag was... Heeft u het idee dat het kabinet aan het vertrouwen heeft gewerkt... kun je niet zien in de uitslag? Nou ja, ik kan het alleen maar constateren dat u daar gelijk in heeft. Maar ik moet ook constateren dat we heel veel dingen hebben gedaan... dat misschien wel eens kan zijn dat over een aantal jaren... als iemand eens een keer de balans opmaakt... zegt, nou, dit was zo slecht nog niet. Nee, maar mijn ervaring is dat heel veel kabinetten dat eigenlijk denken. Dat ze hopen dat de geschiedenis... dat vaak niet zo is. Nou ja, in sommige gevallen wel, in andere gevallen niet. Maar dat ze, dus ze hopen dat de geschiedenis een beetje gunstig over ze zal oordelen. Ja. Ja. En die hoop merk ik nu ook bij u. Nou ja, ik moet gewoon voor mezelf praten. Ik heb bij Groningen echt een breuk aangebracht in de manier waarop we dat doen. Als het me lukt, hoop ik nog in mijn periode die putten definitief te sluiten. De wet door de Kamer te brengen. Ik heb een enorm pakket geprobeerd te maken met de regio voor perspectief, voor economisch perspectief, sociaal perspectief. We hebben heel veel gedaan aan de schaderegeling, zodat mensen niet even hoeven te wachten. Dus ik heb het gevoel dat ik daar alles aan heb gedaan. Ja, en dan daarna is toch echt, het is een democratie, is in de handen van de burger om te zeggen, nou, top, dat heeft u top gedaan of u heeft het niet goed gedaan. Ja. En ik heb heel veel waardering in Groningen gekregen. Ik heb ook best wel veel stemmen gehaald. Ja, tegen deze golf was niet te vechten voor niemand, denk ik, nee. In die periode. Maar als we uw partij even nalopen, hè? U had een vrij duidelijk programma op het gebied van stikstof. Zeker. Vrij helder programma op het gebied van klimaat. Ja. U was heel helder over, we gaan de Groningers helpen. Eigenlijk allemaal zaken waarvan de kiezer een tijd lang heeft aangegeven... we vinden het belangrijk dat dat soort zaken wordt opgelost. Heeft u intern wel eens gevloekt dat u dacht... ja, maar we doen toch precies wat de kiezer van ons gevraagd heeft... En wat is dit nou? Waarom staan we nu op 9 zetels? Ja, maar dit is... Ja, maar ik heb voor mezelf wel een analyse gemaakt... waarom we dan toch niet kregen waar we misschien dachten recht op te hebben. We hebben misschien te weinig strijd laten zien. D66'ers zijn toch uiteindelijk misschien een beetje netjes en een beetje zakelijk. Misschien hadden we harder moeten laten zien hoe hard we moesten vechten. Voor bepaalde dingen. En we hebben zelf, en dat vind ik zelf wat we ons moeten verwijten, onszelf moeten verwijten, echt dichter bij die burger gaan staan. Het feit dat wij een etiket opgeplakt krijgen van een elitaire partij, terwijl wat ik aan het doen waren voor hele gewone mensen, ja, dat hoort natuurlijk niet. Dus dan doen wij toch wat verkeerd. Dan hebben wij toch zelf niet de boodschap goed gebracht. Ja, ik kan het niet anders duiden. En ligt het dan aan het beleid of ligt het dan gewoon aan de mensen? Nou, het ligt aan hoe je dan dingen doet, blijkbaar. Dus we hebben de grootste investering in onderwijs gedaan. We hebben het klimaat, hè? Zonder twijfel dat Jetten dat heel veel verder heeft gebracht. Hadden we misschien harder moeten laten zien hoe hard we daarvoor moesten vechten. In dat kabinet. Er waren natuurlijk ook mensen die daar wat minder blij mee waren. Hadden we meer de straat opgemoeten, wat mij opviel op straat. Was dat mensen zeiden... Mensen eigenlijk heel positief, ik voerde vooral een campagne in Groningen, op mij reageerden. Maar wat mij ook opviel was dat mensen tegen mij begonnen over de zorg. Over de langdurige zorg met name. Oudere mensen, veel zorgen daarover. En ik dacht van ja, hebben we daar nou voldoende... Ik heb zelf het verkiezingsprogramma medegeschreven. Voldoende aan gedaan, zijn voldoende zalen in geweest onze ideeën uit te leggen. Politiek blijft uiteindelijk toch een kwestie van, dat heb ik al geleerd in de afgelopen jaren, heel veel handwerk. Duidelijk maken aan mensen dat je iets doet. Te afstandelijk. Te bestuurlijk. Dat. Ja, dat denk ik. Dan op een gegeven moment loopt het mis. Daar hebben we het al eerder over gehad. Dan loopt het mis op migratie. Ik kan me zo voorstellen dat u denkt... is dit nou werkelijk het onderwerp waarop we dit moeten doen? Ja, nou ja, te meer daar, wat ik al zei. Ja. En in onze ogen een pakket lag... waarmee we echt grip op migratie kregen. Daar lang aan gewerkt was. Dus ja, als we toen maar blijven zitten... we hadden gewoon dat pakket uitgevoerd... waren we nu een stuk verder geweest dan na deze 3/4 jaar. U had op uw terrein hele duidelijke afspraken... met de premier onder meer... en met de rest van de leden van het kabinet. Heeft u toen wel een keer de premier aangekeken... en gezegd, waarom doe je dit nu? Nou, dat geloof ik niet. Of de VVD aangekeken. Dat geloof ik niet, ja... Ik heb wel met collega's die in de buurt zitten in de ministerraad het daarover gehaald. En gezegd, waarom moet dit nou zo? Ja, ik bedoel, maar goed, hier is al zoveel over geschreven, zoveel over gezegd. Maar ja, wat was het antwoord? Ja, daar kreeg ik geen heldere antwoorden. Dus het heeft toch altijd, ik denk bij de VVD steeds de gedachte is geweest, die anderen willen dit eigenlijk niet. Terwijl wij gewoon te goede trouw bezig waren om te proberen om een pakket te bouwen. Ik denk toch dat dat gebeurd is. Ja, daar kun je alleen maar nogmaals heel chagrijnig over zijn. Want al die dingen, ja, dat, nogmaals, ook grip krijgen op migratie is natuurlijk ook gewoon 3/4 jaar. Ik bedoel, de spreidingswet is er nu doorheen, waarvoor veel dank. Maar we hadden een heleboel andere dingen kunnen doen in die tijd. Die zijn niet gebeurd. Nee. Dan komen er verkiezingen en dan komt er een verkiezingsuitslag. En daar hoeven we geen geheim van te maken. Ja, die was voor D66 niet goed. Nee. Maar ook de partijen die, nou ja, waar D66 diametraal tegenover heeft gestaan en nog steeds staat. Ja. Die gaan uiteindelijk, zo ziet het eruit, de handschoen overnemen. Ja. Ja, vreest u voor wat u heeft gedaan of dat overeind blijft de komende tijd? Als het gaat om Groningen... Hoe ga ik dit nou netjes formuleren? Laat ik het maar eens niet netjes formuleren. Je moet nog een gaatje in je hoofd hebben om dit anders te gaan doen. Ik bedoel, we hebben nu hopelijk iets aan vertrouwenherstel bijgedragen. Als je dit uit je handen laat vallen, dat zou wel enorm stom zijn. Dus ik kan me dat bijna niet voorstellen. Maar goed, uitgesloten is het niet. Er ligt geld klaar, maar ja, dat geld kun je weghalen. Dat kan altijd. Maar dat is allemaal bloedig uitonderhandeld. Heel hard aan gewerkt, liggen plannen onder. Dus ik kan me dat niet voorstellen, dat ze dat doen. Die uitslag was natuurlijk... Die 9 zetels voor ons was gegeven dat we in een pijnlijke loop 2 weken daarvoor op 5 stonden. Nog iets van een vorm van gevoel van oké, we hebben in ieder geval een campagne gevoerd waar we nog wat aan gehad hebben. Ja, die uitslag voor de PVV was natuurlijk voor... Ja, ik bedoel, nou goed, we hebben dat allemaal... Ik denk dat... wij dat in de partij allemaal op dezelfde manier hebben meegemaakt. Namelijk, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier? Ja, wat gebeurt hier? Wat is uw analyse van wat er gebeurd is? Nou, het is een combinatie van een onderstroom die al lang in de Nederlandse politiek zit. U weet misschien dat ik ergens een half af boek over populisme heb liggen. 2002 Fortuyn was niet zo anders. Werd natuurlijk doodgeschoten vlak voor de verkiezingen. Maar zijn partij werd alsnog tweede partij van het land. Maar ook wel met... Die parallellen nu. Met die parallellen zijn er natuurlijk. Daarna Forum, daarna BBB en nu de PVV. Maar ook wel gewoon de deur opengezet door de VVD. Laten we gewoon zeggen hoe het is. En die combinatie heeft denk ik deze uitslag gebracht. Maar je moet nooit bij een uitslag... de kiezer de schuld geven, maar je moet bij jezelf denken. Daarom begon ik net ook heel dicht bij onszelf. Blijkbaar hebben wij niet kunnen overtuigen dat ze op ons moesten stemmen als ze dat koopkrachtprobleem opgelost wilden hebben of als ze dat huisvestingsprobleem opgelost wilden hebben. Dat is dan toch onze schuld. Ja, je kunt wel tegen PVV zeggen, ja, jullie komen met oplossingen die niet werken. Ja, dat hadden wij dan moeten laten zien. Het is niet zo dat een politieke partij verplicht is om zelf uit te leggen dat het niet werkt. Dat hoort de tegenpartij te doen. En wij zijn niet in staat geweest om dat aan burgers duidelijk te maken. Maar die onderstroom zit er natuurlijk al langer in de Nederlandse politiek. Die is niet nieuw. Die zit overigens in heel veel landen zit hier. Mm-hmm. Die is niet nieuw. Nee. U bent op de lijst gaan staan, opnieuw. Net zoals in 2021. U bent populair bewindspersoon in het kabinet. Was dat op de lijst gaan staan ook om D66 verder te helpen? Ja, ik was van plan om na deze kabinetsperiode te stoppen en mijn boeken af te gaan maken. Ja, toen kwam die val. Toen heb ik die zomer nagedacht, wil ik op de lijst? Dacht ik, ja, ik ga op de lijst. Gewoon om de partij te helpen, om Rob Jetten te helpen, die ik zeer waardeer. Waar ik goede vrienden mee ben. En dat is in zekere zin heel goed gelukt. Ik kwam heel erg op die lijst. Tot mijn verbazing eigenlijk. Waarom tot uw verbazing? Ik ben een blanke man van 60. Hè? Dat is over het algemeen niet de meest... Binnen D66 niet de meest... stemmetrekkende profiel wat je dan hebt. Maar ik kwam op 3, door de leden naar boven gestemd. Ook heel mooi natuurlijk, prachtig. Veel voorkeurstemmen gehaald, dat is allemaal fijn. Maar goed, dat is eigenlijk allemaal niet zo belangrijk natuurlijk vergeleken bij de echte uitslag. Ik had dat allemaal graag geruild voor een paar zetels extra natuurlijk. Ja. Maar u gaat het Kamerwerk wel doen? Zeker, met heel veel plezier. Ja. Zijn ook collega's die ervoor gekozen hebben om vanuit het kabinet nu al in de demissionaire periode te besluiten dat ze wat anders gaan doen? Ja. Ja, wat vond u daarvan? Nou, de een is de ander niet, zeg ik altijd maar. Nee? We kunnen dus bij Sigrid Kaag, als ik hoor wat zij nu allemaal aan het doen is rond Gaza, dan is dat een geweldige beslissing dat zij dat heeft willen doen. Een ontzettende rotbaan die ze daar heeft, maar wel heel belangrijk. Bij Ernst Kuipers, heb ik al eerder gezegd, vind ik het heel jammer dat hij dit gedaan heeft. En had ik zelf, heb ik ook eerder al gezegd, denk ik een andere afweging gemaakt. Maar dit, ik kan niet in de mans hart los hoofd kijken. Nee. Maar goed, u had een andere keuze, zoals u al zei, andere keuze gemaakt. Ja. Ja, omdat je er toch zit. Nou ja, in principe zit je er gewoon voor een termijn. En profvoetballers vertrekken wel eens eerder om een beter contract te krijgen. Formule 1-coureurs hebben we gisteren gehoord, vertrekken wel eens eerder. Ik geloof niet eerder, maar vertrekken wel eens om een beter contract te krijgen. Maar wij dienen de publieke zaak. En ik vind dat je wordt niet ingehuurd om dan te vertrekken. Maar nogmaals, iedereen maakt die eigen afweging. Okay. Dus we hoeven ook niet bang te zijn dat u als Kamerlid wellicht besluit, laat ik dit maar niet doen. Nou ja, never say never, hè? Maar dat is niet aan de orde. Ik wil echt gewoon, hoe lang het ook duurt, 3,5, 4 jaar lang, wil ik gewoon een hele goede woordvoerder zijn en bijdragen aan die fractieleven. Dus u heeft in het kabinet gezeten, u weet waar alle skeletten zijn begraven en lijken in de kast zitten. Nou, alle skeletten, alle lijken. Weet ik niet, ik heb geen financiën gedaan, dan weet je dat eigenlijk. Maar ik heb wel een paar jaar ervaring, ja. Heel hartelijk dank. U bedankt. Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.